Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Muzieklab, de tweede in het kader van 24 Hours of Deep Listening van Consoling Sounds. Ik babbel vandaag met de drie leden van Mother, en in het korte bestaan van deze band speelden ze onder andere al met bands zoals Soulgrip, Wiegedood en Stake, speelden ze in The Underworld in Camden, veroverden ze een plaatje in de uitgebreide zwaarste lijst en tekenden ze bij Consoling Sounds. Genoeg gesprekstof als je het mij vraagt, dus we gaan er een keer invliegen. Hallo iedereen, alles goed? Dag Elias. Hallo. Merci om tot in deze prachtige winkel te komen. Ik heb schrik dat ik straks weer mijn plaatjes ga vertrekken. Wie dat er aan het luisteren is, we zitten in de consoling winkel. Wie dat er aan het kijken is, heeft het al gezien. Mooie plaatjes, alle naar hier. We gaan gewoon voor het gemak, we zitten de volledige band weer, net als de Potamus aflevering. Ik ga een keer vragen, stel jezelf een keer kort voor, wat speelde in de band en vertel er ook al bij, hoe zij de into muziek gerold, wat is uw muzikale origin story zo'n beetje. Ik stel voor van gewoon het de rij af te gaan, dus okay. Let's go. Mijn naam is Toon, ik speel drums bij Mother. De muzikale origin story, denk ik, is begonnen in het eerste of tweede leerjaar, door een uitstap te doen aan de muziekschool. En daar dan toch beslissen om te gaan drummen. Mm-hmm. En dan is eigenlijk voor mij alles gestart. En wat waren zo uw ideeën om te beginnen drummen, als in muzikaal? Had je voorbeelden of waren er bands waarvan je dacht van... Ja, sowieso. Ik denk dat de meesten die starten in een muziekschool beginnen met partituren te lezen. Mm-hmm. En dat is tof, maar dat is ook... Na een tijdje wordt dat vrij saai en begint te ontdekken dat je eigenlijk wat je doet ook met andere mensen kunt doen. Want dat doe je in de eerste paar jaar niet. En dan uiteraard zijn de meest simpele dingen om mee te spelen, iets zoals een Metallica of zo. En dan begint dat daar en dan eindigt dat in wat dat we nu aan het doen zijn. Ja. Met nog veel tussenstappen, maar dat is wat de rode draad. Mm-hmm. Van hoe dat wij, of hoe dat ik hier nu terecht ben gekomen. Okay. Eigenlijk. En naast muziek spelen, muziek luisteren, was daar zo wat uw verhaal? Je zegt Metallica om te beginnen? Of? Ja, inderdaad. Dat is, denk dat het verste dat ik me kan herinneren, is van een singeltje te kopen van The Offspring. Toffe start. En dan, is dat op een bepaald moment overgegaan naar Metallica. En dan pijsde... Dat was Saint Anger, hè? Ja, met Saint Anger. Ja. Wat is de mening over Saint Anger op dit moment? Vette plaat, blijf erbij. Ja, hè? Ik vind dat altijd een goede plaat. Dat blijft een goede plaat. De controverse eronder is ook zeer fijn, dus die plaat is gelukt. Dus ja, dan hadden we van daar en dan koopte de SNM-cd, want daar stond de meeste nummers op. Juist, dat was het. Dat is gewoon zo. Dat is een dubbel cd, dus je hebt dan 20 nummers in plaats van 1 cd van 10 nummers. Je hebt maar een beperkt budget om iets mee te gaan doen, dus wilde zoveel mogelijk waar voor je geld. Ja. En dan startte ik daarmee en dan was dat... Juist. Wat heel vergeten. Van het ene naar het andere en dan kom je plots terecht op een artikel in de Humo, dat gaat over Mastodon en dan was het voor mij wel gelanceerd. Oké, okay, cool. Huh. Tuur, ik ben zanger, tussen aanhalingstekens, en gitarist bij Mother. Hoe ben ik hier geraakt met Toon? Kan je opbracht, hè? Dat is niet helemaal opbracht, dat klopt. Ah, van die mopjes beginnen. Nee, we gaan braaf zijn. Wat mag, hè? Nee, muziek beginnen spelen is gestart met piano. In de muziekschool ook. En dat was ook omdat papa gewoon heel wat piano-gerief in huis had en whatever. Dus dat was eigenlijk ergens normaal. En dan de typische middelbare leeftijd waarin je gepijst, ik ga een beetje rebelleren of zo. Of dat is niet meer cool genoeg piano, ik ga dan wel gitaar spelen of zo. En dat was ook gepaard met ik herinner me dat goed, op reis in Zwitserland met de familie. En dan had dus vader daar een cd mee van Metallica, Saint Anger. En daar zijn luisteren in de auto, op weg naar de camping en zo. En daar is begost, hè. En dan komt het dan bij. En sowieso van jou heb ik dan redelijk wel leren kennen. En dan zo Slipknot en In Flames en Lamb of God van die ding. Pantera. En dan doorgaan totdat je in de Meshuggah-werelden terechtkomt, zeg maar. Mm-hmm. En dan plotseling zeg je, ik ga ook zelf een keer muziek maken. En dan zijn we Mother gestart, zeg maar. Als eindproduct. Ah, eindproduct, dat klinkt zo. Als band, wat we graag doen. Voilà. Okay. Ja, zoiets, hè? Oké. Okay. Ja. Wauw! Ik ben Lin, ik speel bas bij Mother. En hoe is het bij mij begonnen? YouTube.
van school komen en naar YouTube kijken zo, van bands en al en muzikanten. En van die gitaarsolo-filmpjes en dan proberen meespelen. En dan kwam ik zo op een meisje die dat bas speelde en ik wist amper wat dat was, want ik was zo 11 jaar of zo. Dus ik ken dat zo, gitaar en drum, maar bas. Het heeft snaren, het is een gitaar. Ja, ja. En ja, ben ik daarnaar beginnen meer kijken en zo. En heb ik ook een basgitaar gekocht en zo is dat dan een beetje gestart. En dan heb ik zo in 2 of zo muzikale projectjes gezeten, maar dat nooit echt met de bedoeling om zo op te treden of zo. Gewoon zo van, we zien wel. Maar dan dacht ik zo van, pff, ja, in een band zitten, dat is niet zo mijn ding. Maar dan een paar jaar later ben ik dan toch met een vriendin naar een concert geweest, die dat dan 2 vrienden had, die daar nog iemand zochten om bij een band te gaan. En zo is dan mijn andere band gestart. En ongeveer dezelfde periode, 2018 of zo. 17, ja, zoiets, ja, 17. Dan ja, kwam Tuur met het idee dat hij een projectje ging starten. En vroeg ik daar wel aan meedoen. En ik dacht, ja, ik wil dat wel eens proberen. En nu zitten we hier. En zo werd Modder geboren. ja, waar is het idee ontstaan om... Ja, laat ons nu toespitsen op Modder zelf. Waar is het idee ontstaan om de band op te richten? Ik denk dat ik door de jaren heen, toen ik nog te klein was om echt zo in een band te zitten, zat Toon al in bands, in de lokale scene, zeg maar, in de lokale metalband scene, whatever. En dat was altijd zo, ah ja, mijn broer zit in een band en die heeft allemaal muzikanten en ik zit hier. En dat was altijd zo de hoesting om een keer iets met Toon te doen. Omdat, weet wel, gitaristen en zangers en bassisten zijn er in overvloed, maar drummers vinden die op elke hoek van de straat. Dus dat was zoiets van, ja, dat zou toch aan moeten lukken met Toon iets te doen. En ik weet dat ik door de jaren heen heel wat zo halve ideeën gepitcht had aan hem. Van, ah, is dat niet cool? Zoiets progressief metal, of is dat niet cool? Zo dit of dat. En dat kwam er nooit van. En dan plotseling was dat zo van, ah, ik ben bezig met dat. Ik vind dat ook wel vet. En ik weet dat het moment gewoon juist was. Ook, voor u ook gewoon om dat te doen, om de toewijding daarvoor te maken. Dus dat was dan al dat. En de tweede gitarist was sowieso iets van, well, nee, dat hoeft niet, want hoe meer gitaristen, hoe meer, weet je wel, moet ook met elkaar rekening houden en zo. Ja, en, meer bandleden. Voilà, het is dat. Dat maakt alles wat moeilijker. Dus dachten we van, ja, gewoon een bassist is meer dan genoeg. En we hadden wat poelen met 3. We hadden wat poelen met 3, dat we. En dat kwam bij Lin uit, omdat we kenden elkaar van op school, ja. van het hoger onderwijs, maar ja, ik weet niet, we zijn altijd wel aan de babbel gebleven, half en half, over muziek of ja. Over van die domme ja. Dingen allemaal. Zo altijd zo'n beetje toevallig, want op zich waren we niet echt vrienden op school. Ja, nee, zeker. We zaten nog niet volledig over. Vijanden. Ja. Nu al vrienden? Soms. Het komen. Eerlijk. Ja. Ja, nee, vandaar. Ja. Ik weet dat je toen zei dat je... We zaten in de auto naar een optreden van uw andere band. Ah, ja, ja, ja. Maar is dat echt? Ja, toen. Dat is gedaan. De memories. En ik zei, ja. Ik zal het zo over nadenken. Ja. En wat band was, wat voor band was dat? God, dat was zo'n folk metal band. Folk metal? Ja, en dat was wel... Italian was dat. En dat was wel tof. Dat was wel tof om te doen. Dat was ook zo 2 jaar ervoor. Of 2 jaar ervoor? Misschien 1 jaar ervoor. Dat er een positie was, uitpositie. Ik was vrijgekomen om gitaar te spelen, ik heb erop gesprongen. En dat was vrij tof, dat waren toffe shows. En Lien mocht daar mee als roadie. Foto's maken, juist, dat heb je toen ook gedaan. Just. Maar dat ligt allemaal zo lang geleden. We zijn van alle markten thuis. Dat is echt zot. En het grappige van het verhaal is dan ook, met Italian, dat de drummer van Italian is een maat van mij, die komt uit de stand ook. Dus ik ging al mee met die Tillian voordat Tuur erbij speelde om te gaan mixen, want ik ben zelf ook licht- en geluidstechniker. En dan is eigenlijk zo, ja, die bal aan het rollen gegaan. Het zat allemaal wat aan elkaar. Het zat allemaal sowieso aan elkaar en dan komt er... Ik had zelf een break genomen van muziek te spelen van een goede 4 jaar, omwille van werkomstandigheden. Ik speelde voordat ik in de post werkte, in de cultuurcentrum de Grote Post, niet als facteur. Ik ben in MEA gespeeld, wat dat nu... doorgeroeid is naar Hester. Ah, cool. Die op Dunk zit. Ja, Martin Awannes. Dus op een gegeven moment heb ik daar dan voor mezelf de stap uitgetrokken, omdat dat niet meer te doen was met werk. En dan eigenlijk met die Tillian begin meegaan om te gaan mixen. En dan op een gegeven moment werd de drummer papa. En dat was bijna dag op dag op een show die moest gespeeld worden. Dus 2 weken ervoor kwam de vraag,
stel dat het zover is, ze iets zitten voor te doen. Ja. Ik wou 4 jaar geen drumstart niet meer vast had. Ja, dat is goed, ik ga dat doen. Just, en dan ja. hebben wij voor de eerste keer terug samen een show gespeeld. Just. Sinds zeer lang. En dan... We hadden al een repetitie gehad, maar we, ja. we waren nog niet echt was dat nu actief echt, aan het vallen en zo. Echt zo ja, het was toen allemaal wat zoeken en schrijven vooral. Nee, voilà. Just, kennen we dat. En dan is dat zo de bal aan het rollen gegaan. Ja. Juist. Zot, hè. Ja, hè. Dat hier rond 4 micro's me zitten om dat terug naar boven te halen. Ja, ja, ja. Dat kom je wel te weten dat ik nog niet... Dat is zo'n ding dat je gewoon vergeet. Ja. Maar dat wel vrij tof is om opnieuw te horen. Oké. Okay. Bij deze. Voilà. Korte introductie. Ja. vrij uitgebreid toch al. Wat is het idee erachter? Achter Mother? Want... ja. Als je het beluistert, als je het bekijkt, als je de plaat vast hebt, heb ik het gevoel dat er meer is. Want ik ga... Ja, hoe zeg ik het? Ik ga het gewoon zo smijten. Ja, wat is het idee achter de muziek, achter het concept Mother? Ja, goeie vraag. Daar had je op kunnen voorbereiden. Ja, wel. Ja, wel. Ik denk sowieso... op een bepaalde leeftijd of na x aantal jaar met muziek schrijven of met muziek bezig zijn of muziek beluisteren, kom je op een punt dat je ergens wel weet wat je aan het zoeken bent, waar je zelf mee wilt bezig zijn voor een bepaalde periode. En ik was zelf heel grote fan van muziek die heel uitgebreid is, die aan elkaar geschreven is, dat je niet per se korte nummers hebt van 3 minuten, wat dat ook super cool is. Maar ik hou wel zo van het idee dat je aan een album start en dat je 45 minuten later ergens helemaal anders bent. En dat was een beetje het idee, en dat had ik al lang, van ik wil graag een keer op die manier kunnen schrijven. En de muziek dat dan uiteindelijk Mother geworden is, was eigenlijk de allereerste keer dat ik het gevoel had dat wat ik aan het schrijven was, dat wel iets kon zijn om mee verder te gaan. Dus dat is zo wat... De insteek geweest, zo puur muzikaal, van wat zou er tof zijn dat er uitkomt. En dan puur inhoudelijk en de sfeer. Ja, als je metal schrijft, wil je altijd zo wat... Misschien op zoek gaan naar de tristesse in iets, of de zwaarte van een bepaalde thematiek of zo. En de muziek was er al, grotendeels. We hebben dat dan wel zo'n paar keer goed geknipt en wat dingen aangepast. Maar dan inhoudelijk zijn de teksten eigenlijk vooral beginnen komen nadat de bandnaam ook vast lag. Omdat dat dan ook wel de inspiratie heeft gegeven voor op een bepaalde manier textueel te gaan vormgeven over wat we misschien wilden vertellen. En dus Mother, ja, als je dan de teksten leest, zie je ook telkens een soort van verhouding tussen een moederfiguur en een protagonist in een verhaal die iets meemaakt en dat er dan twijfel is tussen... Wat moet die protagonist doen? Is die moederfiguur de juiste moederfiguur? Of heeft die moederfiguur een eigen agenda? En dat zijn zo dingen die wat naar voren komen. En ik denk op die manier dat misschien gewoon wel werkt. Of zo, dat dat werkt. Ik weet niet of dat iets is. Ik weet ook niet of ik uw vraag 100% beantwoord heb. Of dat je nog iets meer zoekt. Dat kan natuurlijk. Maar... Ja, wacht. Hè. Want het is veel informatie. ja. Ik denk ook voor de kijkertjes thuis, dat nog niet duidelijk is, wij zijn broers. Ja. Wij hebben onder hetzelfde dak gewoond. Ja. Dus bij deze als... Dus voilà, dat verklaart misschien ook zo... Bepaalde zaken. Waarom dat we op een bepaalde manier dezelfde dingen aan tegenkomen. Dat is inderdaad wel vrij dat is niet onbelangrijk. Lien is geen zus trouwens. Nee. We hebben wel een zus die op bas speelt. Ja, maar is dat echt? Maar het is niet Lien. Het is niet Lien. Is dat het een zus die bas speelt? Ja. Niet grof naar Lien bedoeld, maar waarom is de zus dan niet komen bassen? Ze was nog te jong toen. Ze was ook nog niet echt aan het bassen Nee. Ze is nu 19. Nee, ze was gewoon te jong om daar nog mee geconfronteerd te worden met die duistere metal side van de wereld. Nee, die was gewoon nog niet aan het basten. Ja, nee, dus dat, die was er nog niet mee bezig. Maar bij deze, we hebben dus ook een 6. Oké, voilà. Het is niet Lien. Het is niet Lien. Het is niet Lien. Ja, ze bast wel. Maar goed, ja, een bandnaam, Mother, van waar is dat idee? Hoe zijn je op Mother gekomen? Want je bent niet de enigste band die Mother heet als je op Discogs kijkt. Ja, helaas niet. Nee, Mother is er gekomen.
er is een periode dat op Netflix had je de Bates Hotel, Motel, ik weet niet meer wat dat was. En ik was daar massaal naar beginnen kijken en ik vond dat vrij goed. En ik vond het heel tof hoe dat de afstandelijkheid tussen de Bates Hotel, is de prequel-serie trouwens, van Psycho. Mm-hmm. En ik vond dat vrij tof hoe dat de jonge Norman Bates zo'n heel vreemde verhouding had ten opzichte van zijn moeder. De ene keer was dat ze vrij lief naar elkaar, toen vrij afhankelijk. De andere keer was ze vrij afstandelijk, lijkt niet goed weten hoe of wat. En zo verder in de serie, als je dan zelf wat begint psychotisch vrij zwaar te komen en van alles uitsteekt dan, heb je ook momenten dat hij zijn moeder echt zoals mother aanspreekt en niet gewoon zoals ma of whatever. Mm-hmm. Ik vond dat vrij tof, de manier waarop die verstandshouding was. En dat leek mij wel iets om mee te doen. Dus mother vond ik op zich wel een toffe naam. Heeft heel lang in de lucht gehangen, want dat was niet per se de eerste keus van iedereen. Op dat moment toch. En dan is het altijd, is er een beter voorstel? En dan is het zo van... Ah, 2 weken later, ja, altijd geen beter voorstel. Oké, dit wordt dat. En dan blijft dat meestal gewoon hangen. Ja. Dat is meestal zo'n werktitel dan. Maar nu ondertussen vind ik wel, hoe dat we het allemaal aanpakken en de stijl dat we communiceren en zo, vind ik het wel een goede naam. Allee, je kunt er wel veel mee met de naam Mother. Ik denk dat het wel een leuke naam is voor wat dat we doen. Ja. Wij zouden er geen 80s hair metal of zo mee aan doen. Dat misschien gekund wel eens hoor, maar... Maar het is ook de naam dat je niet per se een genre op kunt plakken. Voor dat ook wel... Ja, het heeft misschien interessant iets, maar... iets... Breder of zo. Breder, ja. iets mysterieuzer, iets... nee, dat is misschien wel waar. Dat is misschien wel waar. Wat heb je zo van... Ja, uw teksten dat je daarnet zei, had eerst... Je bent vertrokken van muziek en dan teksten daarop geschreven. Hè? Ja. Inhoudelijk, waar gaat het dan echt zo inspiratie aan? Want het zo nu de Bates Hotel Motel aanhaalt. Ja, dat is eigenlijk echt puur de naamgeving geweest van de band. Textueel is het eigenlijk... Er is wel zo wat een periode geweest dat ik was echt zo wat een bummer had. Dat ik echt zoiets had van, fuck. Ik ben even zo wat bepaalde dingen beu. En je hebt dan zo'n moment dat je zo, stom weg met je telefoon daar zit en dan heb je eens van... Goh. En dan komt het op een woord of een zin of zo en plotseling begin je te schrijven en te doen. En het is eigenlijk van daaruit gekomen, want dat is echt zo een kutmoment dat je meemaakt. En dat je dan begint te schrijven over bepaalde frustraties, maar in een bepaalde manier wil vormgeven. Dat het niet per se gaat over van, ik heb een kutmoment gehad, dus voilà, ik ga dat een keer even uitschrijven. Maar probeer dat wat breder te maken, dat misschien... Dat niet alleen ik, maar ook andere mensen die misschien zo'n moment tegenkomen of even zo een slecht moment hebben, dat die ook kunnen zich daaraan linken en ook die gevoelens daarin kunnen... Een breder verhaal eraan breiden. Ja, inderdaad. Het hoeft niet per se over mijn slecht moment te gaan, maar over het algemene daar rond en... Maar dus je vertrekt eigenlijk van nu en gaat proberen het breder te trekken. Ja. De eerste plaat was zeker zo. De tweede plaat... als die er ooit zou komen, dan zal dat waarschijnlijk ook zijn uit een moment van dat gaat hier niet goed of zo. Of het schrijft altijd wel uit een bepaalde emotie. Langs de andere kant is er ook een kader, dus er kunnen ook fictieve verhalen komen die passen bij die bredere wereld van een bepaalde thematiek. Ja. Dus er is wel wat ruimte om bepaalde dingen naar voren te brengen. Mm-hmm. Dat wel. Oké. En het muzikale gegeven had je gezegd van dat je aan het zoeken waard naar iets dat je niet per se de 3 minuten nummers, maar een volledig langdurend werk schrijft. Het ook aangehaald dat je dan hier en daar al wat in hebt moeten knippen. Hoe ontstaat die muziek dan? Want begin je met losstaande gehelen dat je aan elkaar probeert te lijmen? Of gaat dat spontaner? Want dat vind ik wel interessant, want 3 minuten nummers, ik schrijf zelf geen muziek, maar kan me inbeelden dat 3 minuten... soms evidenter is om te schrijven, want tak, tak, en daartussen doet het. Ja, dat is zo'n beetje... Dat is een soort van een pitch dat je doet op je werk, maar dan in repetitiekot. Mm-hmm. En dan is dat eigenlijk gewoon Tuur die wat riffs schrijft en er wat drums op programmeert die onmogelijk zijn om te spelen. Lang leven midi, hè. Of gewoon copy-paste, dat je zoiets hebt van, waarop dat je dan probeert je daarop voor te bereiden, dus dat wordt op voorhand doorgestuurd naar iedereen. En probeer je daar dan wat op voor te brengen en probeer je dan een paar keer te spelen
dan denk je van, dat is lekker een vreemd stuk of zo. Of misschien kun je in die richting gaan of in die richting gaan. Dan een week later of twee weken later verandert er iets. Is het een stuk korter en iets anders erbij? Of is er nog een keer een copy-paste van iets van in het begin die weer wat verder komt? Mm-hmm. Ja, eigenlijk op die manier gaan verder bouwen aan dat verhaal eigenlijk echt. Want ja, eigenlijk is het gewoon een verhaal van 45 minuten. Waarop dat je meerdere elementen hebt die kunt terugkeren op een bepaalde manier, maar waar dat er wel constante pitch is van wordt het niet te langdradig. Het is like een film dat je aan het kijken bent. Ja. Wordt die film niet te langdradig als je dat ziet of als je dat hoort? Moeten we niet wat gaan inkorten? Moeten we dat niet op een andere manier proberen te vertalen? Moeten we daar niet instrumenten bij doen? Is het niet te veel? Is het niet te weinig? Is het niet te lang, te hard? Moeten we niet zo wat terug naar iets rustiger komen? En soms is dat ook gewoon tijdens het oefenen van, dat je zoiets hebt van, misschien kan er nu even zo wel wat gas terugkrijgen. Ja. Ja, dat is wel zo. En dan wordt er daar gewoon op verder gebouwd eigenlijk. Het is zo dat er een bepaalde x-aantal minuten aan muziek geschreven wordt, dat die inderdaad heel, statisch is, omdat die gewoon een bepaalde emotie op dat moment moet weergeven voor mezelf, op het moment dat ik dat aan het schrijven ben. En dan weet ik ook van bepaalde dingen zijn niet menselijk. Dan stuur ik inderdaad naar iedereen door en zeg ik van cool, dat gaan we spelen. En iedereen speelt het dan en zo van dat is... En dan merk je pas op het moment dat je die eerste 10 minuten of 5 minuten speelt van dat is werkbaar, dat is niet werkbaar. Ik ben er ook dingen in vraag te stellen inderdaad. En zo wordt het eigenlijk heel de tijd bijgeschaafd tot dat op een punt komt van hier kunnen we mee werken. Dan speel je dat een keer x aantal repetities en dan zeg je van misschien is dat toch te langdradig. Er was ook nog geen tekst op dat moment, dus we proberen ook even voor te staan van kan er daar tekst op? Is dat de moeite waard? Is dat niet de moeite waard? Is het sterker zonder? Maar is dat misschien te lang als het geen tekst op is of zo? En dan schaaf je bij tot dat op het punt komt dat iedereen hem er kan in vinden. Ja. En dan knipt alles nog een keer. En dan beginnen we weer. Ja, dan doen we nog een stuk erbij. Ja, ik heb iets, maar we gaan er toch nog 3 minuten afdoen en 5 minuten bij doen. Ja, van iets anders. Ja. Ja, zo is het wel redelijk vaak gegaan. Was het een lang schrijfproces om ons nu even te focussen op plaat 1, 1, hoe dat is ook. Hoe noemde het zelf 1 of 1? Of? Eén voor het gemak, intern, naar buiten toe, omdat dat iets internationaler is. Maar maakt mij niet veel uit of dat nu 1 of 1 is. Maar we zeggen zelf meestal 1, als dat antwoord mag zijn. Wanneer is dat? Ik denk dat wij ergens in het najaar 2017 nog een vierde start zijn. En dat wij, als we teksten erbij rekenen, dat we misschien klaar waren tegen de... Want de eerste trial dat we gedaan hebben was februari 2019. Dus dat wil zeggen dat wij er sowieso tot dan hebben over gedaan om ervoor te zorgen dat het klaar was. Ik herinner mij dat de teksten geschreven werden in de zomer van 2018. En ik was toen ook zo van, ik moet screamen en hoe doe je dat? Maar ik had dat nog nooit moeten doen. Dus de eerste repetities was dat ook gewoon mijn stem kapot maken. En dan besefte van dat is misschien niet de juiste manier en dat trok ik ook gewoon op niks wat dat ik toen aan het doen was en uiteindelijk is dat dan een paar maanden geduurd tegen dat je iets controle krijgt over je vocals dus ik ben toch wel uiteindelijk een dik jaar als je van eerste noot tot een maar ik weet nog dat zelfs nog voor onze eerste repetitie had je mij ook al zo losse muziekstukken gestuurd dus ik weet niet of dat toen al meetelt, maar... Ik weet daar weer niks van, hè. Ja, echt zo, stuk of 5 liedjes, om het zo te noemen, muziekstukken van toch wel 5-6 minuten of zo, dat ik dacht van, dat is wel vet. En dan zei je achteraf zo, nee, we gaan dat toch niet gebruiken. Maar dat meegeteld, dan waren je echt al... Zoek die een keer terug en beluister het al. En... Dat kan misschien... Ja. Ik ken mij wel zoiets van 5-6 nummers, dat ik een keer... Ik ga dat een keer terugzoeken. Dat is toch wel ergens op een schrift. Ja, zalig. Dus dat meegeteld, is dat eigenlijk nogal... Ja, er had daar redelijk wat tijd aan voor. Mm-hmm. Dat is het verschil natuurlijk, dat als je met zo'n conceptidee wilt afkomen, dat moeilijk is om dan plotseling te zeggen, als het half af is, nu gaan we een keer een show spelen of zo. Omdat dat voelt dan niet correct, dat er geen begin en einde is dat voor iedereen finaal aanvoelt. Ja. Mm-hmm. Dus dat heeft wel even geduurd en we allemaal content waren gewoon van dat product. Ja, het is waar. En toen moet je nog repeteren, hè. En dan moet je nog spelen. Ja. Dan moet nog kloppen, en dat is ook wel... Ja, dan kom je op het punt dat je zegt van,
het is nog niet goed genoeg om aan iemand te laten zien. Ja. We moeten nog harder, harder. Ja, te lang geduurd tegen dat we en er dan echt kom je op het punt dat je die eerste try-out, dat je denkt van oké, het zou misschien wel al... We zouden dat misschien wel al een keer durven inplannen. Ja. En dan eerst volgen van, ja, maar ja, we gaan toch niet gewoon op het podium staan en er niet... Hoe gaan we dat visueel gaan inkleden, dat er like, mm-hmm. leuk uitziet of interessant uitziet of... Ja. Ja, dus muziek maken is een deel, maar er komt nog heel veel meer bij kijken om het... Ja, het volgende niveau is niet het juiste, maar om het je stapje het verder beter te maken, kunnen ja, krijgen, je wilt altijd om het beter te krijgen. Om het pakket vollediger te krijgen. Ja, om duidelijk te maken van kijk, dit is een... Lijkt op dat je zegt, dit is een pakket. Mm-hmm. En niet, we spelen vier nummers en we pakken daarna zijn boelen en we zijn weer weg. Mm-hmm. Wat dat ook perfect oké is, trouwens. Wat dat ook perfect oké is. Maar dat is gewoon ook niet wat dat... Dat is niet wat wij zochten op dat moment. Wat we naartoe op zoek waren. Ja, want dan die projecties bij de eerste show, dat was ook wel even nog werken. Dat was ook wel wat stressen, ja. Wat dat wel de moeite was, vind ik zelf. Ik denk dat dat wel leuk was om te doen. Is dat iets dat je niet meer gaat doen? Jawel, maar... Zo elke drie maanden of zo trekken we alles in twijfel op vlak van technisch. En dan is het oké, maar we moeten dat veranderen, want dat moet beter. En dan is het oké, maar we dat veranderen. Wat gebeurt er dan? Dat veranderen, oké. En denk in het begin was het ook niet altijd mogelijk live om projecties te doen. Of was dat een heel gedoe? Ja. Dat we denk ik na een tijdje ook hebben gezegd van... Oké, we gaan gewoon een zotte lichtshow doen of zo. Ja, het ding was dat we spelen op Clicktrack, omdat je... Er zijn bepaalde zaken die moeten gewoon juist zitten. Omdat er ook met dat ik alleen ben, doe ik ook wat loops live. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ja, we wilden dat wat strak zit. Dus ze pijsten dan, oké, we gaan een Clicktrack doen, omdat je dan bepaalde dingen in orde kunt brengen. En met dat je dan het voordeel van een Clicktrack, kun je ook erover nadenken, kunnen we er iets voor zorgen dat die projectie meeloopt met de Clicktrack, zodat als je een zwaar stuk hebt, dat er een andere projectie... Dat allemaal wat klopt, ja. Time-gewijs. Maar natuurlijk brengt dat heel wat technische bagage met zich mee, voor dat in orde te krijgen. En met dat we dat allemaal zelf doen en geen zotte productie achter ons hebben, is dat altijd compromissen maken, financieel, met wat dat er mogelijk is technisch. En dus ik zeg het, elke drie maanden is dat zo, zullen we niet toch dat aanpassen of zo? En dan heeft dat gewoon impact op altijd alles. Dus, Zal die nog een nieuwe amp kopen? Ja, zullen we toch nog wat bij doen? Dus, ja. Ik heb een verslaving. Ja... Iedereen zijn ding, zeker? Ja, dat is ook wel waar. Goed, maar we zijn nu al naar live shows gegaan, maar even de plaat zelf. Mm-hmm. Valt er volgens mij nog redelijk wat over te vertalen. Als in, je hebt zelf... het is hier al een paar keer gevallen dat één geheel is van een goede drie kwartier. Maar op de streamingdiensten staat dan wel als aparte nummers die dan gewoon echt letterlijk genummerd zijn. Ja. Hoe besliste om te knippen, om te zeggen van dit is een nummer en dit... Of waarom heb je eigenlijk geknipt? Want het is één geheel als je het beluistert. Ja. Want ik heb naar aanloop van deze babbel nog een keer zitten luisteren en ik had ook iets van, ja, als ik klaar was met fietsen of whatever, hoeveel heb ik er nu beluisterd? Ah, kijk, drie nummers blijkbaar. Mm-hmm. Maar heb je nog niet zo lang gefietst. Nee, het was een kort fietstochtje. Maar ik had wel iets van, oké, drie nummers. Oké, ik heb nergens gemerkt waar dat nummer is overgegaan in het volgende. Ja. Dus waar besliste voor die knip en waarom de knip? Ik denk dat we dat gewoon... Ik weet dat ik dat zelf heel lang heb... We hebben er heel lang over nagedacht, ja. Dat we dat wel of niet gingen doen. Ik was er heel lang geen voorstander van. Dat de uiteindelijke beslissing om het wel te doen, bestaat sowieso in meerdere stappen, maar is ook... Je moet sowieso al een cut in het midden doen, want je moet die plaat omdraaien. Dus je moet daar al over nadenken, waar kunnen we die cut doen en kunnen we dat op de juiste manier doen. Dat is dat. En dan de volgende stap is, als je naar de mastering gaat, dan kun je ook een keuze maken en zeggen, als we dat in meerdere stukken opdelen, heel dat nummer van 45 minuten, dan kan dat ook op verschillende manieren benaderd worden in de master. Mm-hmm. We hadden daar een gesprek over met mijn chef, die de plaat gemixt heeft ook. Mm-hmm. En dan heb je nog het verhaal, oké, we willen nog graag online krijgen, we willen nog graag op Spotify en op andere platforms, zodat mensen naar onze muziek kunnen luisteren. Maar zelf hebben wij ook zo, ja, maar misschien ja, dat eerste kwartier, misschien was dat niet, is dat toch niet hetgeen waar dat de meesten direct naartoe willen luisteren of zo. Misschien willen de meesten wel luisteren vanaf de tweede helft of zoiets. Nou. Of vanaf een twee derde of zo. Mm-hmm.
En eigenlijk had je op die manier wel de keuze om het verhaal volledig te beluisteren of in te pikken op een punt in het verhaal, ja, zonder dat het echt zo raar wordt of zo. Okay. Want in die end is dat ook geworden wat we op live shows doen. Als we een set mogen spelen van 45 minuten, dan spelen we gewoon heel dat nummer. Wordt dat een set van een half uur of van 20 minuten, nog lang waar dat je terechtkomt en wat dat er kan, ja, dan is het in het begin het stuk die verdwijnt. En dan starten we bijvoorbeeld aan nummer 4 tot aan nummer 7, of nummer 3 tot aan nummer 7. En dan is dat ook zo'n beetje voor ons makkelijker geweest om die opdeling te gaan maken. We doen een set van 3 kwartier of van 40 minuten. We doen een set van een half uur, van 20 minuten, van een kwartier. Okay. Dat heeft ons ook wel een beetje geholpen op die manier om daarop af te stemmen. Want je kunt moeilijk ook opnieuw zeggen als beginnende band: ja, sorry, maar wij spelen alleen maar 45 minuten. Ja. Nee, dat is... Dan, je speelkansen gaan zodanig zwaar naar beneden, terwijl je eigenlijk gewoon net je muziek wil aan horen. Wil aan horen wat je gedaan hebt, wat je wil proberen over te brengen. Puur artistiek ging het de mooiste zet geweest in al het aan elkaar aangelaten ook voor streaming. Maar puur promotioneel en ja, het kunnen laten meer verspreiden gewoon. In combinatie met wat de Toon allemaal zegt, was dat gewoon de meest logische zet van toch dat onderscheid te maken. Maar met like dat je zelf zegt, als je dan toch aan het fietsen zit en je niet op je gsm aan het kijken of aan het doen, heb je eigenlijk niet echt een besef, hoop ik, wanneer dat je waar zit in dat album. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons. Dat je niet per se, voordat je het weet dat dat album gepasseerd is, omdat je totaal geen besef hebt van waar zit ik en dat gewoon zoiets, oh, wat is er hierachter of zo. Ja. Dat is het leukste of het beste dat we kunnen horen. Dat niet zoiets van, dat ene nummer is massa vet, maar gewoon van, het is eigenlijk gewoon heel tof van het geheel te horen en niet per se wakker te liggen van waar zit ik ongeveer in het album. De plaat is nu, tegen dat de aflevering uitkomt, zal het net iets meer dan een jaar zijn dat ze is uitgekomen. Nog steeds op dat moment redelijk vol corona, toch? Het waren wel wat shows, want het was op die steakshow dat hem voor het eerst had verkocht, zeker? Ja. Had erover getwijfeld om ermee te wachten? Dat is een vraag dat in de meeste vorige aflevering al aan bod is gekomen. We hebben er inderdaad wel over gediscussieerd op voorhand, of dat we dat al gingen doen of niet. Ja, we hebben er veel over gepeest. We hebben er veel over nagedacht, omdat langs de ene kant is het op een of andere manier niet eerlijk voor jezelf. Weten dat je die plaat liggen hebt en dat je release later gepland hebt. Werkt het in tweede, het is niet eerlijk voor jezelf om hem niet te verkopen en te wachten op de echte release, want dat is waar je naartoe gewerkt hebt. Ja. Maar het is ook niet eerlijk voor jezelf om het niet te doen op dat moment, want je hebt hem. Ja. Je kunt het doen en je kunt hem verkopen aan mensen die geïnteresseerd zijn en die het willen horen. Ja, maar het is niet per se in die richting, want op zich had dat ik het bedoel, want op zich was het idee van hem dan een paar weken of maanden later online. Ja, 10 oktober, ja. Eerder van hem in coronatijden uit te brengen. In coronatijd zelf. Is er daarover gediscussieerd? Ja, maar niet lang ook, want... Er is, op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van oké, we kunnen die muziek nu nog een jaar aan de kant houden, maar dat neemt niet weg. Dat voor ons is dat hoofdstuk, is dat is er, dat is klaar. Ja. Dus het is voor ons nog altijd leuk om te spelen en te doen, maar wij zijn ondertussen wel al met andere dingen bezig. Ja. Terwijl zolang of dat stuk niet afgerond is, is het vrij moeilijk om naar het volgende te gaan. Ja. Oké. En ik denk dat ook zo... Als je dan verder over nadenkt, als je schrijft uit een bepaalde emotie en die plaat is af en die release is er, dan kun je dat stuk emotie waarover dat je geschreven hebt ook gewoon een plaats gaan geven. Terwijl anders blijft dat zo'n sluimerend iets. Ja. En dan gingen we misschien nu pas die plaat releasen. Maar misschien ook niet. Mm-hmm. Ja, plus we waren het ook al... We waren al bezig van spreken aan het spelen of aan het maken sinds 2017. Ja. We zijn dat dan al aan het spelen sinds 2019 en dat is leuk, hè? Wij muziek spelen daar niet van, hè? Maar er komt ook een moment als je zegt van... We gaan iets nieuws doen. Ja, we hebben het al genoeg gespeeld, we kennen het, we weten hoe dat gaat. En om dan nog te zeggen, we gaan nog een jaar wachten tot dat corona gepasseerd is om het te releasen. En dan moet je eigenlijk dan pas nog eigenlijk beginnen spelen. Mm-hmm. Dacht ik ook van, we zullen het dan beter gewoon dat releasen. We hebben er zoveel tijd in gestoken, zoveel energie in gestoken. Laat ons het gewoon doen en kijken wat dat geeft.
En al bij al is het wel vlot gegaan, hè? Ja, ik ben daar zelf enorm van verschoon, alleszins. Ja. Ja, en wat hoeveelheid hebben ze uitgebracht? Hoeveel platen waren er? 250. Oh, ja. 250. 200. Was 200? 200. Ik denk ook 200. Ja. 200. 200 dus. Ja. Wat 200 of 250 is, 200, ze met 200. Een minimum aan shows hadden ze wel goed kunnen doorverkopen, heb ik de indruk gehad. We hebben enorm veel geluk gehad. Ik kon daar echt wel weer school doen. Ja, dat had niemand van ons verwacht. Omdat in het begin... Gaat hij al kei duur op Discogs? Ja. Ik weet eigenlijk niet wat dat had. Ik weet het ook niet. Het dat je dat gevonden hebt op Discogs. Mother te slaagjes 30 of zoiets. Ja, dat is zoiets. Dat was gewoon dat een beetje... Allee, nog wel gewoon een normale prijs aan. In het begin was dat zo van... Oké, we gaan dat doen. Hey, we gaan die release doen. 10 oktober, oké, cool. Alles in orde brengen daarvoor. En verwacht u wel iets? Je maakt een kleine webshop op dat je iets kunt verkopen in het einde van corona. Omdat toen was er gewoon niks van zekerheid van shows. Mm-hmm. Nog altijd niet toen. En dan pijs je, oké, we gaan er wel een paar verkopen zeker. Aan uw ma, aan uw maten en whatever. En zo de fans van het eerste uur. En dat was ook wel, er ging wel wat buiten. Maar zo dat je pijs van, we denken dat we het wel gehad hebben, de grote stormloop bezig. Ja. Uiteindelijk, we zijn geen grote band of zo. We zijn maar gewoon een kleine Oostendse band, twee broers met onze niet-zus. dus wat pezen wij dat wij ooit gaan verkopen of zotte dingen doen? En dat ging wel relatief goed. En dan hebben we chance met de Stake Show en dan nog die show we hebben met Psychonaut en Sons of Wanted Man. Dat we telkens zo wel wat platen kwijt geraken. Dat we zeggen, oké, ja, dat is goed. En het is dan in... Dat was even rustig, wat dat wel logisch is. Je zit eigenlijk, like dat ze allemaal zeggen, één keer dat je plaat uit is, is te passeren. Ja. Dat was even rustig, totdat er... Ik denk, ik ben het niet zeker, maar ene Filip op Instagram... Ik denk dat Filip de Hunter, Instagram, even voor de kijkers en de luisteraars... Ja, ik weet niet wat dat is. Wel, ik denk dat hey, ik weet ken niet hem via hoe. Instagram. Ah, voilà, het is dat. Ik ook. Ik denk dat het begonnen is bij hem, dat hij dat heeft tegengekomen of gedaan. En die had dat gewoon een keer ergens gepost of zo. Of tweet of weet ik veel hoe dat gegaan is. En plotseling begon dat zo, ik weet niet hoe hard, te verkopen. Dat is dan zo een week of twee later... was dan plotseling een berichtje van Consoling, zo van, mag ik een keer een paar platen overkopen van jullie? Oké, tuurlijk, geen probleem. En dan zo 10 dagen later, mag ik nog een paar platen. Niet veel dagen later. Ja, ik zou dat geregeld passeren, want ik werk hier een paar straten verder, dus alle keer als ik dan even pauze of een springuur heb, kom ik hier iets te veel binnen voor mijn portefeuille te zijn. Dus ik zag dat ook geregeld passeren van, weer al uitverkocht. Weer al nieuwe. Ja, en ik denk dat er niemand van ons daar aan verstond dat maar gevraagd werd. Van, geef nog een keer een paar exemplaren. Maar dat was Queen heel tof, hè, omdat je dan zoiets hebt van, phew, mm-hmm. Ze raken uitverkocht. Want ja. Weet wel, in tijden van corona heb ik ook al genoeg bands in regio gezien die daar dan mee zitten, omdat ze in de release gemist hebben door corona. Mm-hmm. En dat enorm moeilijk is voor dat kwijt te raken soms. Dus ik vond dat Quinio zot dat werkte. Ja. Dus dikke merci, Philippe. En alle anderen die de plaat gekocht hebben, natuurlijk. En companen die ervoor zorgden dat hij zo'n boost gekregen heeft. Ja. Dikke merci, dat was echt Quinio zot. En gelijk hoe ik het nu hoor, is dan op die manier ook het consoling verhaal voor jullie wat gestart? Ja, dan is het eigenlijk gestart. Dat is wat vroeger gestart. Zo met zo'n keer af en toe een eerste mail zo van... Hey, wij gaan een plaat releasen. Is dat niet iets voor jullie? Maar ja, we beseften ook, je bent aan een label aan het sturen en misschien is uw muziek niet goed genoeg, misschien kennen jullie als niet. Ja, kun je krijgen, hè? Ja, het is dat, probeer maar en we zien wel wat er van komt. Dus onze wegen zijn uiteindelijk toch gekruist. En dat is Queen of Nice, hè. En sindsdien, team consoling all the way. Hè. Het zal wel zijn. En wat maakt eigenlijk voor jullie als band verschil van geen label naar plots een label als consoling? Waar kan een team als consoling voor jullie het verschil maken?
Wat ik dat zie, is dat vooral in de support het gevoel dat je een ruggensteun hebt, mm-hmm. Waarbij je ook gewoon vragen kunt stellen en gerichte vragen kunt stellen over een aantal zaken waar je niet zeker over bent, over twijfelt, mm-hmm. terwijl je het allemaal zelf doet. Kunnen ze voorbeelden aanhalen? Want... Ja, weet je, als je een plaat maakt en je doet het allemaal zelf, dan ga je naar de master, je moet de platenfirma zelf schrijven, je moet ideeën pitchen met de platenfirma's rechtstreeks. Ja, dat is een heleboel werk die erbij komt kijken. Dat je je plaat online wil krijgen op Spotify, mm-hmm. komt ook redelijk wat werk bij kijken, redelijk wat gedoe, zeker in het begin. Zo wat kleine regeltjes en zo verder enzovoort. Mm-hmm. Terwijl ik nu wel heel hard voel dat er hier echt zoveel kennis zit. Mm-hmm. Ja, zo stomme dingen, hè, dat we soms zo een half uur moeten over niet discussiëren, maar zo over moeten praten van hoe zou dat doen en hoe denkt jij daarover? En dan vraag je dat gewoon hier even en dan is zo, oh, maar ja, dat is gewoon zo. Ervaringen, know-how, dat je gewoon zit. Vooral dat, dus dat is echt zo die support, die backbone eigenlijk, dat we nu voelen die er is. Ja. Dat je iemand hebt of een team hebt waarop je kunt steunen. Echt op alle vlakken. Ja, zeker. Zowel op vlak van puur persing geweest en zo van die zaken, maar ook gewoon promotioneel. Als we de vraag stellen van, ja, we zitten met dit in ons hoofd, zouden we dat doen of zouden we dat niet doen? Is dat iets dat... Maar het is ook altijd in functie van, is dat iets dat wij als band willen of zouden doen? Mm-hmm. Omdat je ergens wil trouw blijven aan wat dat je naar voren brengt met de band en de muziek. En dan stel je dingen in vraag. En dan stel je misschien een keer een vraag over op subsidies of whatever. En dan krijg je daar direct zo een heel uitgebreid antwoord op. Dat is queen you zalig dat je mensen leert kennen. Die... Dus gewoon ieder euro dat je verdient als band, wil je zo goed mogelijk proberen opnieuw te investeren zonder al te domme dingen te doen. Mm-hmm. En dan is het wel super fijn dat die backbone er is. Ja. En dat je zo wat kunt pitchen over, ja, we zouden dat willen doen. Is dat een verstandig ding om te doen? Of zullen we dat beter niet doen en wachten op een ander moment of zo? Mm-hmm. Ja, ja, ja. En dat zijn wel super interessante gesprekken die daaruit voortkomen. Mm-hmm, zeker. Oké. Okay. Team consoling. Nog altijd. Pijs en Mike had gezegd dat de eerste plaat wordt dan opnieuw uitgebracht, zeker, hè? Of heb ik dat nu... Ja, Mike is inderdaad gezegd. Dat klopt. Maar dat is nog niet eerlijk aan de grote klok hangen, maar inderdaad, dat klopt. Je had het al een keer laten vallen in de consoling-aflevering. Dus toen geluisterd had, wist het al. En anders hoorde het nu voor de eerste keer. Is het weer het plan om hetzelfde... kleur is moeilijk omschreven. Het is zo wat marmer. De vinyl zelf is wat marmerachtig. Hè. Is het weer het idee om hetzelfde te doen? Of ga je er een andere insteek aangeven? Ik denk dat het een verrassing gaat zijn als er is. Ja. Huh? Het zal hetzelfde zijn, maar anders. Oké. Ja. Dus, dat is eigenlijk alles dus wie dat de eerste persing al heeft, kan geïnteresseerd uitkijken naar persing nummer 2. Ik denk het. Er bestaat een mogelijkheid. Ja. Philip de Hunter, koper. Ja. Merci, Philip. Iets dat ook moet aangehaald worden, een artwork zelf, is vrij abstract. Mm-hmm. Wat valt erin te zien? Of is het iets... Of is het echt voor interpretatie van de kijker zelf? Op dit moment wel. Op dit moment is het interpretatie van de kijker zelf. Ja. Mm-hmm. Maar ook daar zouden we heel veel kunnen over zeggen. Maar ik denk niet dat we dat moeten doen. Ik zou het jammer vinden. Ik denk dat het leuker is voor de luisteraar of de... Of de kijker. De kijkeraar. als ze het zelf kunnen ontdekken binnen zoveel tijd. En dat gaat hem niet over morgen of overmorgen, maar waarschijnlijk binnen... Een goede aantal tijd. Ja. En ik hoop dat de meerwaarde dat wel is. Dat het wachten waard was. Dus zonder te bevestigen of te ontkennen, het gaat passen bij volgende releases dan. Dat zo. Er is een mogelijkheid. Dat zou kunnen, ja. Oké. Okay. Ja. Volgende vraag. Ja. Allemaal vage antwoorden. Ja. Wordt er al aan nummer 2 gewerkt? Dat zou kunnen. Dat zou wel een keer heel goed kunnen. Dat is wel een keer... ik denk dat we dat wel mogen verbabbelen. Ja, nog... Ik denk zelf, nog voor dat één eigenlijk uit was, werd er eigenlijk al... Werd er al aan twee gewerkt. Werd er al aan twee geschreven. Omdat je sowieso iets hebt van, oké, het is nu toch allemaal klaar, de persing is in gang gestoken en zo.
We gaan het volgende doen. Let's go. Ja, we gaan gewoon aan het volgende schrijven. De rest tijd, dus waarom niet? Er is daar al heel wat geschreven. Er is ook waarschijnlijk heel veel dat er... terug uit gaat gaan. Dat er weer uit gaat gaan. Ja. Maar ja... Dat is het ding, hè. Het is een soort van een levende materie. Mm-hmm. Zolang dat niet op een plaat staat, blijft het levende materie. Mm-hmm. Waarin dat... Maar als wijs omschreven. Dat er kan iets wegvallen, of er kan iets bijkomen, of er kan op een andere manier naartoe gekeken worden. Dus dat is iets dat blijft groeien. Mm-hmm. Totdat dat moment op plaat ligt. En dan is dat moment die vast ligt. Ja. En dan gaat het daarmee verder. Maar zolang of dat dan niet gebeurd is, is het iets dat... Liggen de wegen nog open. Liggen ze volledig open. Er is niks dat toegesmeten wordt. We hebben ook nog tijd. Hè. We hebben ook al veel tijd gehad. Want alleen ons eerste plaat is nu vorig jaar uitgekomen. Maar we spelen dat al, zoals we zeiden, al veel langer. Dus ik denk dat het ook logisch is dat we al een beetje met andere dingen ook al bezig zijn. Er is wel een nood, hè. Gewoon dat je een keer met iets anders kunt doen op een repetitie. Of dat je een keer... Je moet dat... puur artistiek ook is dat gewoon zalig om een keer iets nieuws te kunnen schrijven. Een keer iets anders te kunnen uitwerken. Ja, want ik weet nog, het was repetitie. En Word je daarbij? Nee, en ik weet nog dat je op een bepaald moment... Repeteert je zus niet tegenwoordig? Oh nee, sorry. Ik denk dat is op de oneven dagen. We waren zo net klaar met mijn stuk te spelen. En dan weet ik nog dat... Ik weet niet, we waren al klaar om zo even naar buiten te gaan. En jij begon ineens zo voor te spelen. En je zei zo, Toon, doe eens dat. Lin, speel eens mee. Ah, ja, just, en toen dacht ik zo, ja, dat is eigenlijk echt cool. En ik denk het al... Dat was toen al, ik herinner me dat. Een beetje in het begin, ja. Een aanzet naar nieuw. Ja, dat was zo'n een eerste ruf of zo, dat toen gepitcht had. Juist, ik herinner me dat. Oké, spannend. Hey mee. Ja, we zien wel wanneer dat komt, hè. Ja. We hebben al vaag shows aangehaald, de visuals en zo. Maar wat vonden jullie zelf persoonlijk de coolste shows dat je al gespeeld hebt? Dat kan op verschillende manieren gaan. Want ik heb jullie twee keer gezien. Die keer met Steak en daar die ene keer in Apache. Ja. Met Sol... Bij de moto. Met een Dixie. Just. Ja. Dat was een vreemde locatie. Dat was een heel vreemde locatie. Ik wou weer zien, was mijn minst favoriete show. Dat was wel weer vrij cool ook, omdat dat zo... Je hebt het dan ook wel weer gedaan, hè. Ja, maar het is ook zo... Ik vond dat leuk dat erbij was. Ik vond dat op zo'n eerlijke manier gedaan. Niet dat de rest niet eerlijk is, hè. Ja. Maar zo... authentiek of zo. Ja, zo van, kijk, wij proberen podiumkansen te geven aan bands. Zo voelde dat. En dat is super fijn dat dat, dat er is en dat bestaat. Dat er niet alles zo... Ik denk dat dat Johan Thibault is. Die, maar dat is super fijn dat dat... Ja, super tof was. Ja, nee, nog. Dus wat gaan we doen? De coolste show op basis van toiletgelegenheden of zo. Op basis van Lina criteria. Ja, maar ik kan wel geloven... dat dat niet de meest aangename plek... Dus voor wie dat er daar nog nooit geweest is, dat is interessant om naartoe te gaan, maar er is er enkel een Dixie. Mm-hmm. En dat is het. Eén. Ik weet dat er vrij koud was ook. Ja. Juist. Ja. Ja, aan die niet zo één chauffage er staan? Of zo? Ja, dat staat zo één blazer. Ja, juist. Een blazer. Maar ook daar, weet je, er is op iedere show wel iets dat... Maar dat is een charme ook, hè. Maar dat is leuk. Maar die zaal is zeker fijn. Als het iets minder fijn is, maar de charme legt hem telkens op een ander moment of manier dat hem dat uit. Zeker. Je kunt tegenkomen dat een show komt, dat je podium bij wijze van spreken zo staat, maar dat je zo fijn onthaald wordt, dat het er niet toe doet. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk dat de leukste shows, sowieso die Op en Tent show met Steak was zeer fijn. Dat was een leuke show. En Arlo met Wie Dood was ook echt super cool. Ik vond de Vira die ook wel tof. En dat was toen nog in kader van dat soundtrack, van die soundtrack. Parcours. Maar ik vond dat wel tof, omdat je zo even... Dat was toen maar 20 minuten dat je mocht spelen, maar dat was dan even wel 20 minuten doorduwen. Dat was echt knallen gewoon. Ja, gewoon even gaan en dat is wel tof. En dat is ook dat is een mooie zaal ook, hè. Sowieso. Dus, sowieso, maar als ik dan kijk naar die shows in Londen of in Bristol, dat we dan hebben. Ja, dat zijn ook zo van die shows. Dat is zoveel charme. Vrij rap naar daar gegaan, hè. Ja, voor de Brexit, hè. Voor de Brexit. Was dat het doel om gewoon ervoor te zijn? Ja. Maar er zijn veel bands dat ik ken, of niet ken waarschijnlijk ook, die lang bezig zijn en
Vlaanderen bij wijze van spreken niet buiten gaan, mm-hmm. of niet buiten geraken. Hoe geraakte zo, ja, zo relatief snel in Engeland? Iedere avond achter uw computer te zitten en ja, te mailen naar iedereen. Dat, hey, dat yo, was wel. Kunnen we niet meespelen op die show? Hey yo, kunnen we niet meespelen op die show? Nee. Yo, wij zijn die, dat is onze muziek. Kunnen we niet meespelen? Ik denk dat dat wel cool is in die line-up. Dat is dat. Dat, iedere dag opnieuw. En dat Fallon was eigenlijk echt gewoon... als je daarna mailt, dan is dat sowieso van, dat gaat niks zijn. Maar die programmator die daar toen werkte, die was zo vrij into Belgische... Ja. Post en zo van het ding. En dat was zo, ah ja, oké, cool, geen probleem. Kom maar af, ja. En, was zo, en die ging toen, hoe dat ik dat begrepen had, ging dat eerst zo een headlinershow zijn of zo. Dat wij daar, of ik weet niet, dat voelde zo aan. Ik zo, ja, nee, we zijn maar een heel kleine band. Steekt ons ergens op een affiche met wat anders. En toen, ja, toen was dat daar, hè. Met Kowloon Wild City was dat toen. Ja. En dan natuurlijk, als je naar daar mag, dat wilde proberen. Die had toen zo'n mini-tour of zo. Dat is de rest van die mini-tour en te proberen naar iedere venue waar dan ze spelen te mailen. Hey yo, we zijn er dan ook al. Kunnen we meedoen? Kunnen we niet meedoen? Ja. En probeer je ermee. Ja. Dus probeer echt, je dat te van mee te doen. Het is sowieso heel veel mail, maar het is ook echt zo'n wat per ongeluk dat die. Of toevallig dat die grote vooral liefde toevallig. Had voor Belgische postbands. En, ja. En ja, dat het dan zomaar mocht. Dus, okay, cool. Dat was eigenlijk wel vreemd. Dat is ook gewoon niet over de twijfel. Gewoon van dat doen. Kom. Ja, het zal wel. Een weekend naar de UK. Het zal wel. Dat was leuk. Nice. Ja, waarom ook niet? Hè? Ja, nee. Wacht, hoe ga ik hier naartoe? We hebben zelf al gezegd van je speelt, als je 45 minuten speelt, de plaat. Als je minder speelt, starten later in het verhaal. Hoe is dat om interactie? Hoe ervaren jullie interactie met het publiek? Want dat is wel een... Je zegt zelf dat je op die kliktrack speelde ook. Mm-hmm. Dus er is niet echt veel tijd om fout te maken of om iets anders te doen. Of om een lege batterij te maken. Ja, er wordt fout maken, maar... Er is tijd genoeg voor fout te maken. Ook al zitten we met die kliktrack, want die blijft gewoon doorgaan. Ja, interactie met het publiek. Voor mij... Is dat iets dat je nodig hebt? Dat is voor mij persoonlijk... Ik zit wel echt zo in dat moment. Mm-hmm. Of in die muziek of zo. Waardoor dat ik ook niet per se veel interactie zoek met het publiek. Of zo. Ik weet niet, dat is nog niet zo simpel voor dat uit te leggen. Ja, ik snap dat wel, ja. Want je zit zo in dat moment van we zijn hier dat verhaal aan het vertellen. Mm-hmm. Dat voor mij wel echt zo is wat dat komt doen. Ja. Op dat moment. En ik vind dan veel... Ja, ik vind het spelen op dat podium is één iets. En dat is zo het moment van ons allemaal, maar ook van mezelf. En dan achteraf of voordien aan de merch zelf volstaan. Ja, okay. Is dan wel zo... Dat vind ik dan veel interessanter om... Allee, interessanter is niet het juiste, maar... Dan is wel echt die interactie... Die twee dingen los van elkaar. Voor mij is dat los van elkaar. Nee. Echt zo, dat is ons moment en mijn moment. En mm-hmm. dit is echt ons moment. Het moment om die merchtafel staan. Mm-hmm. Ja, ik had dat vooral ook bij die show met Steak daar. Omdat dat was... Toen was het nog keihard corona. En dat de eerste corona-show dat wij gedaan hadden was. Ja, en ik had eerst zo'n beetje... Oei, gaat dat niet raar zijn? Het is uitverkocht, maar mensen moeten neerzitten. Dat gaat zo'n beetje bummer zijn. Maar toen was ik ook wel echt zo... Ja, gewoon zo blij dat ik terug mocht live spelen of zo. En dat zo'n coole locatie was. En ik was ook echt... Allee, tijdens de show eigenlijk totaal niet met publiek bezig. Maar mm-hmm. dat je echt zo mee in de muziek zat. En dan denk ik, als dat nu uitverkocht was, of dat zat maar 10 man, ik zou me even hard geamuseerd hebben of zo. Ja, dan was ik echt zo mee in de muziek. Zo. Ja, de tent zat gewoon vol. Ja. En dan was dat wel cool, om dan achteraf zo... Want ik weet dan nog, bij de merch, als ze daar zo stonden hè, en dan Steak had gedaan met spelen en dan komt al dat volk voor merch te kopen. Maar wij stonden zo eerst en dan was dat zo met hekken afgezet nog. Dus iedereen moest zo eerst ons passeren om dan naar Steak te gaan. Eigenlijk op zich, coronaproof was dat ook niet, want je zit dan... Ik herinner me nog, ja, je zit dan echt wel op elkaar geduwd als je toch dat Disneyland geweest... Maar iedereen had zijn mondmasker aan, hè? Iedereen had zijn mondmasker aan. Ja? Ja, ja. Laat ons hopen van alle eerders. Als... Ja, wat van. Dus ze passeren eerst bij jullie. Ja, dus ik dacht, ze moesten eigenlijk eerst bij ons passeren, maar ik dacht, die gaan hier allemaal vol een bak naar Steek. Maar mm-hmm. die bleven staan. En ik dacht, wow, die bleven staan. Ik kon echt zo'n babbelje doen. En we hebben toen echt superveel platen verkocht. Dus dat was wel dat is super fijn, hè, het moment dat je die babbels kunt gaan doen ook. Mm-hmm. Want dat is hetgeen dat je kun je niet doen, het moment dat je op dat podium staat.
je kunt niet een nummerje spelen van 5 minuten, of in ons geval van 3 kwartier, mm-hmm. en dan zo een babbelje tussenin doen van... Tenzij dat je echt een publiek van 1 iemand hebt. Dus. Dat is ook wel iets anders. Ik beschouw Modder ook wel niet per se zo een band die waar het gaat om ons op het moment dat je op dat podium staat. Dus niet, ik hoop dat mensen niet naar ons komen kijken vanuit het idee van ah ja, dat is mijn tuur, Toon en Lin. En gewoon, okay, weet wel, we gaan kijken naar hen. Maar eerder van, we willen gaan kijken naar... Zelf niet kijken eigenlijk, doe gerust je ogen toe. We willen eigenlijk gewoon naar de muziek komen luisteren. Mm-hmm. En daarom ook, ik, net als Toon en Lin, ben ik ook de derde in de band die helemaal niet op zoek is naar per se oogcontact met de mensen of om die mensen te gaan hypen of zo, mm-hmm. met binteksten of zo. Ik denk dat het echt gaat over proberen de muziek te laten spelen en dat wij een soort van een vessel moeten zijn dat die muziek naar buiten kan. En dat ik hoop dat de energie dat wij zelf voelen, dat afketst of reflecteert ook naar het publiek toe. Dat ze dat dan ook voelen, doordat wij ons innemen. Ik weet dat er stukken zijn dat ik soms echt volledig over mijn toon kan gaan, emotioneel, je ziet dat dan niet per se, mm-hmm. maar door de combinatie van het moment waar we in zitten en de teksten die op dat moment gezongen worden, dat ik me echt zo vrij kan geëmotioneerd voelen. En dan hoop ik gewoon dat mensen dat ook voelen, die emotie op dat moment. En daar gaat het voor mij vooral om. Ja. Ik heb dat ook wel. Ik kan echt zitten drummen en echt zo de hartjes op mijn arm die gaan rechtstaan omdat ik de emotie van dat moment voel. Ja, dat en dan denk ik, amai, ik hoop dat iedereen dat voelt. Ja. Ja. Want dat vind ik soms zo'n beetje ambetant als er zo mensen zeggen, ah, je zit in een band, laat een keer iets horen, stel op Spotify en dan zetten ze zo'n nummertje op. Ja. En dan denk ik zo, nee, dat moet je niet zo doen. Zo werkt het niet. Ja, ja, want dat is nu echt zoiets van... Het is wel zo een beetje muziek met een handleiding of zo. Ja, een beetje wel, ja. Of je zet dan zo het eerste nummertje op, dat dan zo echt super rustige aanloop is naar iets anders. Maar als ze dan zo enkel daar naar luisteren, dat is zo... Ah ja, oké, okay, cool. Of als je dan iets anders meer naar het midden of naar het einde opzet, dat direct zo begint, zo kei zwaar begint en met screamen en al. Ja, sommige mensen... Die dan niet zo mee zijn met metal, dan is ook zo van, oh, oei. Die knappen daar dan op af. Ja, dus dan ben ik zo, ja. Maar ja, ik kan ook moeilijk zeggen, hey, zit in een band, laat eens iets horen. Ja, heb je even 45 minuten. Dat is wel, ja. Gaan we eens een fietstochtje doen. Wat doet het komen hier? Ja. Had net tekst nagehaald, en dat doet er mij dan op denken dat ik even iets was vergeten. Je beroept je soms ook op Nederlands in je teksten. Ja. Van waar dat idee? Want ik heb nu de vorige afleveringen al een paar bands gehad die dan een keer Nederlands erbij steken. Van waar het idee om het... Ik denk op het moment dat we dat toen geschreven hadden, peisde soms van... Hey, Engels is allemaal tof, hey, en dat is internationaal en dus makkelijk aan hey, hoe moet je dat zeggen? Aanspreekbaar voor publiek. Ja, het is wel, maar wat je wil zeggen is vooral dat in het Nederlands kun je soms gewoon een emotie kwijt waar je in het Engels niet de juiste woorden voor vindt, omdat je ze niet dagelijks gebruikt. Ja, daar gaat het om. En inderdaad, en op dat moment, dat was zo een leeg stuk en dan ben je zo van, oké, wat gaan we daar nu mee doen? En dan inderdaad kom je op een punt dat je zegt van, misschien is hetgeen wat ik zoek wel in een andere taal. En toen kwamen we eigenlijk voor dat stuk, was Nederlands like, het juiste om dat naar voren te brengen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Gewoon puur dat. De woorden vinden, de juiste woorden kunnen vinden. Ja, het is dat. En ik denk dat er niemand op zich een probleem in zag, dat dan plotseling zo 2 talen door elkaar was of zo. Nee. Ik denk dat dat gewoon de juiste manier was om bepaalde woorden of emoties op dat moment nog... Nee, het is dat. Ik vind ook het moment dat je de teksten schrijft, die duur gewoon allemaal zelf schrijft, dat ook gewoon die vrijheid is, dat je ook gewoon... net mocht geven om daarmee te gaan doen wat je moet doen om die emotie kwijt te kunnen. En is dat dan in het Engels of in het Nederlands of in het Spaans of whatever? Ja, dan is dat gewoon zo. Ja. Dus het is niet dat dit is de afleiding van Modder en voilà. Mm-hmm. Het is enkel zo. Het is echt gewoon, dit is de plaat en wat wil je erop? Wil je graag met 3 sausjes of met 4 sausjes? Of wil je liever veel groentjes of weinig groentjes? Snap je? Dat is ook dat voor ons... Mm-hmm. Als we in zo'n proces zitten, wel is. Dus van kijk, dit is het. Wat meer van dit, wat minder van dat. Gaan we dat wel in 3? Gaan we dat in 2? Gaan we... Mm-hmm. Ja. En dat die opties er gewoon altijd opnieuw zijn. Oké. Okay. Ja. Of zo.
Maar ben mee. Of zo. Of zo. Ja, dat is niet altijd even... Ja, dat, is soms moeilijk voor dat op een verstaanbare manier uit te leggen of zo. Maar ik denk dat, als ik dat mag zeggen, als Stuur teksten schrijft, dat ook niet, of muziek schrijft, dat ook niet is van... Oké, we moeten hier een plaats van zoveel minuten vullen en we hebben dat nodig en dat en dat. Ik denk dat dat eerder zoiets is van... We zien wel en we beginnen eraan en we bouwen erop voort en we doen stikken. Dus als de plaat te klein is, dan wordt de plaat ook gewoon groter. Ja. Snap je? Er is geen marge op wat dat we doen. Ja, nee. Daar is een idee van ik wil graag een full album schrijven, maar dat wil dan niet zeggen dat 45 minuten is. Dat is nu heel toevallig. Maar nee, als dat minder is of als dat meer is... Ja. Het is niet de bedoeling dat we artificieel dingen gaan bijschrijven, gewoon voor sake om dat te kunnen vullen. Ja. Mm-hmm. Dus van, als je hebt wel maar 7 nummers, maar we hebben er eigenlijk 9 nodig op onze plaat. Dus we gaan er nog 2 bij doen. Dus dat. Als je dat gewoon vooral niet doen, komt dat er vanzelf bij, ja, dan gebeurt dat gewoon. Dan komt het niet, ja, dan komt het niet. Mm-hmm. Dat is even goed. Mm-hmm. Ik denk dat dan net de vrijheid is van muziek te maken en die emotie daarin te steken ofzo. Is het gemakkelijk om tegen je broer te zeggen dat je niet akkoord gaat met iets? Heel gemakkelijk. Ja? Ja. Ja. Je kunt dat... Ja, heel gemakkelijk. Maar je moet niet rekenen met gevoelens per se. Omdat het is toch je broer. Je bent gewend van daarmee te ravotten van jongs af aan. Ik denk op het moment zelf is dat niet moeilijk. Omdat je gewoon zoiets hebt van... Oké, we gaan nu kijken naar het breder geheel van wat we aan het doen zijn. En in het breder geheel klopt dat gewoon niet wat je nu voorstelt of whatever. Mm-hmm. Dus ik denk dat we het zo of zo of zo wel of niet kan doen. Mm-hmm. Dat is echt zo losgekoppeld van die emotie op dat moment wel, omdat je... Ik heb geen probleem om ruzie te maken met hem over een topic dat ik belangrijk vind. En hij zegt van, joh, nee, niet al zo. En dan 5 seconden later voel je heel wat anders te bellen of zo naar hem. Van, is er nog wat in huis voor tegen? Of, weet je Dat is echt los van elkaar gekoppeld. Ja, zeker. Anders zou het ook niet marcheren. Moesten we dat meepakken en reizen. Ja, ik denk dat dat in elke band zo is. Als je niet kunt zeggen van... Oh, ik vind het... Allee, het is niet goed, of zo. Ja, maar nee, voilà. Is dat ook, Dat is ook ding, hè. Je probeert wat dingen uit. En soms werkt het en soms werkt het niet. Je moet ook gewoon kunnen zeggen dat het niet werkt voor je. Dat de juiste emotie er niet in zit. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als dat nu met u is of met Lynn, die geen zus is, nog altijd... dan maakt dat niks uit. Ook geen problemen meer. dan maakt dat niet uit. He. Op dat moment moet er gewoon iets gezegd worden. En voilà, we babbelen het daarover. En de dag dat 5 seconden later is van... Moet er nu eens iets weten? Ja. Wat ik heb meegemaakt. Ja. Dan komt er een verhaal. Ja, dat vertelt. Ja, vaak, hè. Vaak verhaaltjes. Dus ja. Toffe verhaal op de repetitie? Ik vind het wel, man. De zotste verhalen komen uit tegen mij. De zotste. Amai. Wat is het eerste dat je kunt bedenken? Goh. Ik kan niet komen repeteren de volgende keer, want ik moet op mijn hondjes passen. Nee, meestal is het zo'n verhaal van, ik heb dat meegemaakt op mijn werk, of weet je wat, ik heb tegengekomen. Ik was naar Rian stappen en toen, of nu. Weet je wat ik heb gezien, zo, niet echt interessant, maar een kikker. Voor mij wel. Geen kikker of zo, maar... In de wereld van Lien was het... Ja. Er zit dan zo'n verhaal en ze oké, tof Lien. Ik vind wel dat dan ook zo met zoveel enthousiasme en dan de jongens zo, ja Lien, het is goed. Ondertussen die paar verder staan. Even een vraag dat ik gewoon naar u ga richten, want ze is op u van toepassing. Het is volledig uit het niks aangezien met alles dat we al hebben besproken. Maar als vrouw in een redelijk mannelijke scene, want ook al wordt het heel open en inclusief geclaimd, als je kijkt naar de afgelopen 30 gasten bij mij in de podcast, zijn het bijna allemaal, is het één groot sociaalfeestje. Ervaar je dat soms als iets dat u, ik weet niet, tegenhoudt of dat soms ambetant is of dat... Snap je waar ik naar toe wil? Ja. Is het een vraag dat je al gehad hebt? Heel vaak is dat zo, als ze zo toekomen, een show, zo van, je hebt vriendinnetje van of zo, of nee, ik zit in een band, en zing je dan? Ik zeg nee, ik speel bas. Oh, jong, een meisje, dat ziet ook niet veel. Zo van die reacties. Of als ik mijn versterker die dat even groot is als mij, als ik daarmee aan het sukkelen ben, dat ze rapper mij komen helpen dan de jongens. Maar dat vindt ze niet erg. Nee, dat vind ik niet erg. Als iemand komt helpen. Goh, ja, zo van die reacties zo, maar... Niet per se negatief of zo. Of ik ben er ook eigenlijk niet zo hard mee bezig. Mm-hmm. Oh, ja. Nee. Ja,
enige negatieve reacties komen van tuurwijken. Ik zeg dan Nelien, ik ga niet helpen met uw versterkers. Ja. Draag hem maar zelf. Oh, dat is gemeen. Goed, ik denk dat ik er bijna ben. Tenzij dat jullie nog dingen te vertellen hebben, dingen dat je aan wilt toevoegen. Alles is geheim. Alles is geheim. Alles is geheim. Tot als tijd komt. Tot dat tijd komt. Er komen nog leuke dingen aan. Er komen nog leuke dingen. Heel benieuwd. Dan ga ik eindigen met de standaard vraag waar ik mee eindig. Stel, je mocht een line-up samenstellen van 5 bands, maakt niet uit, dead or alive, gesplit, actief. Dus de Rolling Stones zou mogen, want gisteren is hij gestorven wanneer we dit hier hebben opgenomen. Ja, juist, ja. Ja, hoe? Welke band zou je samensmijden? Ik had dat ook geschreven. Ik ben zo slim geweest om een lijstje te maken en daarop voor om een keer over na te denken. En voor mij is het een willekeurige volgorde. En we mogen het ook wat inkaderen van waarom die bands. Goh, Mastodon, sowieso. Dat is echt... Ja. Is vet, hé. Wat dat ademt en teweeg brengt, vind ik echt fantastisch. Mm-hmm. Russian Circles. Ik heb die ooit live gezien in een entrepot, de allereerste keer in Brugge. Zo omvergeblazen van een instrumentaal trio, niet normaal. Welke line-up was dat? Wel, dat was dezelfde show met The Ocean, die er dus ook in staat. The Ocean Collective stond in de comma ernaast. Ah ja, dat was in de comma? Ja, dat was de comma en Tantropos samen. Dat was zo van de ene plek naar de andere, podia die wissel. Ja, cool. Dat was queen new cool. En ook dus The Ocean staat in de top 5. Dat is echt ook zo een van... Ja, dat is zo'n band... Ja. Dus jij gaat dan binnenkort naar West in Brussel, als ze komen? In Brussel, in de botaniek, dacht ik, als ze kwam. Dan Kailisa, die ondertussen niet meer show speelt. Zie je dat? Band met 2 drummers, vind ik ook ontzettend cool. Nooit live gezien, helaas. Ik ene keer, denk ik. Maar ik kende die nog niet. Ik zag gewoon, ik was op Pukkelpop, en als je niet weet wat gedaan op Pukkelpop toen, ging je gewoon naar de shelter. Ja. Plots stonden daar 2 drums op, en was van, oké. Ik weet niet of dat goed was of niet, want ik kende het op dat moment niet, maar het was wel leuk om 2 drummers samen te zien. Dus ik ga het niet claimen dat best optreden ooit was, maar... Ik vind dat echt super vet, wat dat niet doen. Mm-hmm. En dan Meshuggah, denk ik wel. Is hier op Hyperfest in de gietende regen. Dat was echt de max. Zonder bassist, toch? Zonder bassist, inderdaad. Ja, dat was aan zot hoe dat ze dat opgelost hebben. Dat is het voor mij. Een show zonder bassist. Ja, hij was ziek geworden of zo. Ja, hij was echt zo net ervoor of zo. En zijn toen, wie is dat, Frederik en Maarten, de 2 gitaristen, en dan zo elk nummer aan ze dan zegt van, kan ik nu bas spelen. Zot. En dat is super absurd, weten hoe technisch dat die muziek is dat ze spelen. Dus, dat die ook gewoon mekaars lijnen perfect kennen. Is echt, super veel respect daarvoor. Mm-hmm. Nog je bent. Sterk. Mega skills. En Thomas Haken, de drummer, dat is echt... Waanzinnig gewoon. Ik zou een keer wat meer moeten luisteren naar Meshuggah, denk ik. Doen. Maar ook dat is echt zo'n muziek. De eerste 10 minuten ben je echt... Wat is dat hier? Dat is echt iets dat zo... Dat is muziek dat moet groeien. Mm-hmm. Om dat te kunnen appreciëren, vind ik wel. Ja, Meshuggah is niet super makkelijk voor in te gaan. Dus voilà, dat is voor mij in willekeurige volgorde mijn top 5. Een mooie top 5. Mm-hmm. Ja. Sowieso... ongeacht Meshuggah, daar blijf ik bij. Beste luister dat ik ooit gezien heb, en dat was toen in de Trix. Dat is dat ook al bijna, misschien dat is nog even geleden. Al lang geleden. Maar dat is absurd, hè. De lichtshow in combinatie met... er bestaan er zo filmpjes van, hè, dat je zo de lichttechnieken zo echt zo live zie meetikken met wat de drums en de gitaar. Dat is al bijna een extra bandlid. Dat is echt super goede band. Metallica, maar dat is ook ze graag in zo, weet je wel, tussen 86 en 89 of zo. Okay. Omdat als je dat ziet, de energie dat er toen op dat podium was, echt absurd. Ja. Pantera, maakt me niet uit. Toch nog altijd uiteindelijk. Kijk, we waren er niet toen, nee, het is maar dat. Wat dat we nu hebben, is toch nog altijd safa. Zeker. Ik vind gewoon zo... Er zijn echt zo shows dat het is Metallica, dus ze vinden alles terug van hun, van over alle decennia heen. Maar er zijn echt zo shows toen, zo alles aan 30 bpm sneller gewoon. Weet je wel, half in hun bloten, te veel bezopen en gedaan. En dan ben je echt zo, fuck. Die man,
dat waren echt pioniers gewoon, hè, op dat, moment, wat dat die allemaal deden, was echt zot. Maar uiteraard zeker nog altijd de vaste waarde vandaag de dag. Pantera, maakt me niet uit wanneer, gewoon Pantera. De glam era van Pantera? Nee, dat niet. Maar Pantera sowieso, allee, Dimebag is super goede gitarist, ook gewoon een goede band. Dus dat mag zeker. Dan zit ik aan 3, hè. Ja. Ga, Mastodon heb ik gezien... Wat zou ik er nog bij pakken? Nou, de keuze is volledig aan u. Ja. Ik pees dat ik nog een keer dingen wil zien. Ik zou Phil Jarta nog een keer willen zien, of een Even Structure. Dus ik zou een van die twee erbij pakken. En ik denk, gewoon om het feit dat het niet meer bestaat, dat ik wel gekreusd zou zien hoe dat zou zijn live, Fell Silent. Maar dat is zo, dat je waarschijnlijk niet kent, dat is echt zo... nee, ik heb nooit van gehoord. Dat is de voorganger... Van Monuments. Van wat dan Monuments en Tesseract en zo vandaag is. Dus als je daarnaar luistert, dan hoort ook perfect van waar de Monuments en Tesseract vandaan komt. Dus dat, dan zit ik eigenlijk aan 5. Dan zit je aan 5. Voilà, hè. Voilà. Aline? Ja, er zijn er al een paar van gezegd geweest. Dus dat is een beetje een mix van wat dat zon hebben gezegd. En wat zou ik er nog aan toevoegen? Misschien iets Belgisch, Psychonaut, ben ik wel altijd van. Ja. Steak. En ja... Nou, waarom niet de Belgische kwaliteiten? Waar, ja, wel. Opeens, Aline. Ja. Ja, jullie hebben de rest al gelegd. Ja, ja, een beetje een mix daarvan, hè, van wat de jongens zeiden. Alright, goed. Dan denk ik wel dat we een schoon festivaldagje daarmee zouden kunnen samenstellen. Hè? Ik had er vanmiddag nog over nagedacht en ik dacht, moesten we nu 3 echt zo mega internationale dingen pakken en dan gewoon in die andere 2 slots dat bij elkaar zetten, een backliner zetten en gewoon iedere Belgische band laten passeren en gewoon een nummer laten doen. Dat dat dan praktisch best van al in zijn werk gaat, dat weet ik niet, maar dat leek me wel heel cool. Dat is wel cool. Wel, op dit moment, wat zijn we vandaag? 25 augustus, dat wordt opgenomen. Een week en een half geleden zat ik op Alcatraz. Ja, het was ik weet niet veel Belgisch materiaal. En... Ja. Absurd, hè. Ik weet niet hoe. En het was zalig, hè. Ja, het zal wel. Maar dus als die allemaal 1 nummerke komt spelen, 2 uur lang, en dan wat internationale toppers erachter, dan denk ik dat ook wel zeer fijn kan zijn. Ah, wel, denk er geen keer over na hoe je dat kunt bolwerken praktisch. Dan gaan we dat kunnen organiseren. Goed, dan denk ik dat wij er zijn. Dit was weer een heel toffe babbel. Dankjewel, alle 3. Dankjewel. Geen bedankt. En ja, tot de volgende keer zeker. En zeer iedereen dat hier naar geluisterd heeft, alle bands die zijn aangehaald, komen in een playlistje op Spotify terecht. Je kent het ondertussen. Merci om te luisteren en tot de volgende.